Men heeft mij gevraagd om in het nieuwe jaar een paar woorden tot u te spreken in verband met de jaarwisseling. Toen dit verzoek tot mij kwam, vrienden, toen heb ik, ik wil het eerlijk weten, een ogenblik geaarzeld. Die mensen hebben altijd geaarzeld, maar ze hebben het aangenomen, dat is voor mij. Of ik dit verzoek zou accepteren. Maar juist op het moment, vrienden, dat ik in tweestrijd stond, ontving ik een brief. Een brief van een jonge vrouw. En dan dit. Wat is dat jammer, ik schiet altijd in de lachen. Ik kan nooit zo lang ernstig blijven. Ik schiet altijd in de lachen, die mensen voor de radio nooit, hè. Toch zou dat mooi zijn, hè, als die mensen voor de radio ineens begonnen te lachen. Dan zou je toch merken, daar staat een mens. Tjongejonge, wat een jaar wel geweest, hoor. Jongens, was jaartje wel. Tjongejonge, ik heb een jaar achter mijn rug, hoor. Ik denk, wat heb ik nog achter mijn rug, was het jaar wel. Nou ja, jongens, ze zitten gezellig. Straks is het nieuwjaar. Zalig uiteinde kan je dan weer. En je weet wat ik zeg, loop. Eigenlijk gek, hè. Het hele leven wat wij zo'n beetje hebben opgebouwd. Hè? De hele samenleving die we hebben opgebouwd. Berust eigenlijk, en die we momenteel bezig zijn om weer af te breken. Die berust eigenlijk op een kwestie, een zekere serie van afspraken. Hebben we wel eens gemerkt, dat is gek, hè. Je hebt gewoon afgesproken op 31 december, 12 uur. Slaat de klok 12 uur en zo. En dan zeg je, nou, gelukkig nieuwjaar, hoor, jongens. Dat hebben we afgesproken. Hebben we nou eenmaal zo gezegd, daar wordt niks meer aan veranderd. Dus het is onzin. En dan zeg je, dan vind je dat mooi. Die klok die slaat en zo, de scheepman. Dat is mooi, hè. Elke dag staat die streep met de fluit en zo. Oké, niks schelen. Maar op oudejaarsavond zeg je, doet je toch wat. Nou, dan kan je allemaal de klok slaan en zo. En dan iedereen zou zeggen, joh, nou, gelukkig niet, hè, hoor. En dan kan je dan tot en met de 4e januari kan je elkaar nog nieuwjaar wensen, hebben we gelijk? Tot en met de 4e januari, gelukkig nieuwjaar. De hele maand schriftelijk en dan niet meer. Dat vind ik ook vreemd, dat dan niet meer. Dat willen we mij nu helemaal niet in, hè. Jaar heeft 365 dagen, elke dag kan er iets afschuwelijks gebeuren. Je kan elkaar toch nieuwjaar blijven wensen of zo, maar dat kan niet. Stel voor dat je elkaar in de Pasen tegenkomt, nou gelukkig nieuwjaar, hoor, dat is niks. Dat kan niet, dat kan je gewoon niet doen, hè. Hele leven berust op afspraken, zeg ik altijd. Je eet elkaar ook niet meer op, dat is toch zo. En gewoon afgesproken, er is een tijd geweest, aten we elkaar op. Dat is nou ook niet meer, je eet elkaar nog niet meer op. Nee. Ja, geestelijk, maar niet echt. Zullen we zeggen, en toch kom ik nog dagelijks wel eens iemand tegen dat ik denk, hè, die zou ik wel eens af willen kluiven. Herman Joden Haai, hoor. Wat een feestdagen eigenlijk, hè? Ja, Sint-Nicolaas is ook een mooi feest, hoor. Sint-Nicolaas, vind je een mooi feest? En hoe zat u nou met Sint-Nicolaas? Zat u gezellig? Ten slotte geloof je er allemaal nog een heel klein beetje in. En wel eens gemerkt dat wij allemaal nog een heel klein beetje in ons hart op de een of andere manier in Sinterklaas geloven. Je komt het als een kleine vent te horen. Sint-Nicolaas is niets dan een idee. Een illusie gaat heel stilletjes verloren. Hij neemt het laatste kindersprookje mee. Je weet nu dat je bisschoppen kunt huren. Dat zelfs de arbeidsbeurs erover gaat. En toch, als hij in duistere avonduren in volle waardigheid daarvoor je staat. Al weet je ook, het is bedrog. De koude rilling krijg je toch. Want elke man gelooft nog een beetje in Sint-Nicolaas. Een heel klein beetje tegen beter weten in. Er is zoveel waarin een mens niet meer kan geloven. Beneden rokken en een witte baard van boven. Het is niet te geloven. Het is niet te geloven, maar je gelooft het tegen beter weten in. Het
Straks krijgen onze buren een geweertje, 3 oorlogsscheepjes en een klein kanon. Men zegt dat schept een vredesatmosfeertje en dat het heus en echt niet anders kon. Wij zullen alles dagelijks controleren, ze krijgen ook geen straaljagers voor straf. En mochten ze naar het foute land marcheren, dan pakken we ze gauw de hele boel weer af. En iedereen weet, dit heeft geen zin, maar het sprookje gaat er toch weer in. Denn jeder Mann glaubt noch ein bisschen im Sankt Adenau, een heel klein beetje tegen beter weten in. Dat moet de veiligheid in het Westen dan vergroten, een Germaanse vredesduif met laarzen aan zijn poten. Het is niet te geloven, het is niet te geloven, maar je gelooft het tegen beter weten in. Luistert u wel eens naar de Duitse radio? Luistert u wel eens naar de Duitse zender in het geheim? Nou, dat ligt er met deze dagen ook, die jongen, hoor. Die Duitsers, die kunnen van die enge liedjes zingen. Die zingen van die enge liedjes. Die zingen zo van... Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum, wat zit zo jetzt nog immer daar? Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum, het is schon fast Neujahr. Du musst doch snel verschwinden, im Frühling blühen die Linden. Weihnachtsbaum, Weihnachtsbaum, het is schon fast Neujahr. Ten slotte is het zo dat we allemaal in ons leven ergens in geloven. En dat is maar goed ook, dat is het houvast wat het leven je geeft. Au fond, zal ik u eerlijk zeggen, au fond geloof je allemaal in iets. De een in dit en de ander in dat. Au fond heb je mensen met een grote pet op straat lopen, een grote pet. En hoe goud erop. Met een grote pet met een klep er aan, met een heleboel goud erop en zo. Wat zeggen de mensen dan? Zeggen de mensen, die man weet meer dan een ander, hoor. Ja, dat kun je wel aan. Nou, die man weet minder door die klep, die kan ik zien daar. Dat ziet die man dan, die ziet er nu. Als je zo'n pet op hebt met zo'n grote klep en een hoop goud erop en zo, zo ben je zo'n militaire pet op hebt, hè, dan moet je een bepaald gezicht zetten. Dan moet je de toekomst ernstig, maar zonder vertrouwen tegemoet zien. Toch zou ik wel zo'n pet willen hebben, zou wel mooi willen. Salaris zou me niet kunnen schelen, zo'n pet zou ik willen hebben. Ze zeggen trouwens wel eens, de salaris is pet, zeggen ze allemaal, dat is niks. Hè. Dat zou wel mooi willen, zeg. En met zo'n pet en dan vooraan de troep door de stad lopen, zeg. Maar dan moet je wel een jongen zijn van Jan de Wit, hoor. Als je dan een kind van een ander bent, dat is dan niks, hoor. Stel voor, zeg, je hebt zo'n pet op en je loopt vooraan de troep, zeg, en je kan geen besluit nemen. Dan loop je knap voor schut, hoor. Als je gewoon loopt van links uit, of nee, jongens. Recht, of nee, laat maar recht doorhalen. Met zo'n pet op, toch wel mooi, hè? Dan vind ik het altijd mooi. Ik vind altijd heb ik gedacht, als je nou zo'n pet op hebt, hè, dan ben je toch aan bepaalde dingen weer gebonden ook, hè? Met zo'n pet op kan je maar niet elk verhaal vertellen wat je wil, hoor. Wel, nee, als je nou zo'n grote pet op hebt met een hoop goud en een grote klep, zo kan je niet vertellen van, er was een klein vogeltje. En dat was uit het nest getuimeld. Dat kan niet, dat kan er wel waar zijn, maar dan moet je die pet afzetten, dan ga je niet meer. Zo, hoor. Dat kan niet. Als je pet op hebt, dan moet je een beetje flink verhaal vertellen. Moet je een beetje verhaal vertellen van, we lagen met de jongens in stelling. We lagen met 24 man in stelling. En we hadden 1 mitrailleur. En ik had commando. Het commando berustte bij mij. En de vijand drukt op. En de jongens wilden schieten. Ik zeg, hier wordt niet geschoten. En de vijand kwam nader en naderbij. En de jongens zeggen, mogen we nou niet vuren uit? Ik zeg, dat wordt hier niet gebeurd. En de vijand kwam steeds naderbij. En ik gaf niet het commando om te vuren. En de jongens snapten er geen fluit van. Maar zij wisten niet wat ik wist.
hadden geen munitie. En daarom juist denk ik wel eens bij mezelf. Ik denk nooit bij een ander, dan heb je niks anders. Ik denk altijd bij mezelf. Wat heb je nou? Je kan veel beter bij jezelf denken. Want dan moet je midden in de nacht de mensen gaan wakker maken en zo. Van mevrouw mag ik even bij u denken, dat is gewoon even. Maar veel beter bij jezelf denken. Zodoende dan denk ik dan wel eens bij mezelf. Denk ik dan wel eens, hé, je kan veel beter gewoon. De decembermaand is de mooiste maand, dan kan je het meeste vasthouden. Als je in de tram ook die dingen hebt waar je aan vast kan houden, weet je wel. Zo heb je in de decembermaand ook een paar feestdagen, daar kan je aan vasthouden. En daarom vind ik het zo moeilijk dat tussen de Sinterklaas en de kerstmis in, daar ligt een soort niemandsland. En dat is een gevaarlijk, moeilijk land. Er zijn van die dagen in het hart van december, dan rijdt er geen schimmel meer over het dak. Geen vrede op aard staat nog op de kalender, er wordt niet gedreigd meer met mee in de zak. De bakker schuift borstplaat en taaipot terzijde, de letters die over zijn worden geteld. De gans loopt nog rauw door de winterse weide, hij voelt zich kip lekker, maar hij is al besteld. Want tussen het begin en het eind van december, daar ligt een soort niemandsland op de kalender. Te laat voor Sint-Niklaas, te vroeg voor de kerst. Zie ginds komt de stoomboot, moet nodig ververst. Het klinkt als in de kerstnacht de Matthäus Passion. Wel mooi misschien, maar een beetje ongewoon. Het is toch te vroeg voor de zilveren ballen. Wie nu met een kerstboom zit, zit heilig voor gek. Wie loopt met zijn schies als de sneeuw nog moet vallen, breekt zonder te schieën al eigenlijk zijn nek. De bisschop is weg, zit al lang weer in Spanje. Wie nu nog als Sint door de Kalverstraat rijdt, doet net als de man die een fles met champagne de dag na het feest nog ontkurkt aan het ontbijt. Want tussen het begin en het eind van december, daar ligt een soort niemandsland op de kalender. Een brok waar je eigenlijk niks mee begint. Te vroeg voor de kerstmis, te laat voor de Sint. Je zingt ook niet op Pasen, stille nacht, heilige nacht. Wel mooi misschien, maar een beetje onverwacht. Er zijn van die vreemde, onzichtbare wetten die staan in het hart van de mensen gegrift. Gij zult in augustus uw schoen nog niet zetten. Wie een kerstboom met Pasen heeft, geldt voor geschift. En wie met de Pinksteren zijn kroost wil verrassen, zit niet als Sint-Nicolaas aan het ontbijt. Geen wettengezag waar je zo op moet passen als de wet van het feest op een wettige tijd. En dus houdt de mens in het hart van december voortdurend zijn oog op die grote kalender. Al doen ze ook allebei nog zoveel goed, pas op dat de kerstman de Sint nooit ontmoet. Dat werd geen stille nacht of heerlijk avondje dat kwam, maar een beetje monumentenzorg tegen Kaasjager van Amsterdam. Dat draai je voor het nummer, hoor je wel. Maar draai je Kaasjager, Kaasjager Belgen mee, hoor. Kan je lachen, Kaasjager uit zijn wit bellen. Kan je lachen, hoor. Draai je. Hallo, hallo. Hallo, ja, meneer Kaasjager, bent u daar? Ja, maar, is even, hè. Bent u daar, meneer Kaasjager? Ja, maar ik, hallo. Hallo, meneer Kaasjager, bent u daar vanzelf? Ja, ik ben er zelf, vanzelf. Ik sta hier op de telefoon. U klinkt zo gedempt, uw stem klinkt zo gedempt.
Wat doet u op het ogenblik, meneer Kasia? Nou, we zitten zo'n beetje op het nieuwe jaar te wachten op het ogenblik. Oh, juist, zit op het nieuwe jaar te wachten. Ja, zeer meneer, ja. Oh, dat is wel leuk. Ja, zeer meneer. Ja, het is maar een beetje te wachten. Ja, dat weet je wel, meneer. Ja, dat denk ik. En wat dacht u dan zo'n beetje in het nieuwe jaar te gaan doen? Nou, ik heb het zand al in huis, hè, ja. Nou, dan weer de kaasjager, daar ga je. Kaasjager, daar ga je, hoor, hoor. Zo, lieve dames en heren, dan gaan we eens even kijken. Hoe laat is het nou? Nou, jongens, geef me nog even de juiste tijd. We geven u nog even de juiste tijd. Het is op het ogenblik 21 uur 31, precies. Met de Z van C. Ja. Gaan we nou doen? Lang is zo'n avond wel. Gaan we nou doen? Zullen we nou het pauzetekenis laten spelen? Dat is ook altijd mooi, hè? Speel het pauzetekenis, dat is ook altijd mooi, hè? Beetje pauzeteken, mooi, hè? Het mooiste teken wat er is, pauzeteken, hoor. Van Nederland, let op uw zaak. Dat is toch dat lied, weet u niet? Nederland, let op uw zaak. Nederland, hallo, ben u dan ook? Let je op je zaak? Nederland, let er nou op! Nieuwjaarstelegram, we gaan morgen weer overal de eteren. Stel ik me allemaal voor, nieuwjaarstelegram van Dries en Biel. Hebben ze zich dat al eens in gedacht, hoe dat zou kunnen zijn? Nieuwjaarstelegram van Dries en Biel, van beste wensen voor 55, stop. Zal lonen nogmaals verhogen, stop. Verhoog jij dan de prijzen, stop. Kan je nou wel lachen, Willem? En toch kun je zeggen wat je wil. Er wordt nog wel eens kritiek uitgeoefend op dit kabinet, maar met dit kabinet heb je tenminste lol. Ja, je kunt nog eens lachen, je krijgt een beetje meer loon. De prijzen gaan ook de lucht in, maar dat geeft niks. Ik bedoel, je kunt tenminste lachen. Het is allemaal net zo lang als breed is. De hele mensen weer eens wat. Vroeger had je een kabinet op brede basis, dat was niks. Tegenwoordig hebben we een kabinet op net zo lang als breed is basis. Dat is mooi. Dat is te leuk. Hey, leuk met elkaar nu, hè? Is dat zo? Binnenlandse toestand zag er een hele tijd lang zeer zorgwekkend uit, hoor. Maar als je Drees zag lopen, denk je, man, het moeilijk, hoor. Ja, ik zag gisteren Drees zag lopen, ik denk, ja, moeilijk. Kijk dan wel nagaan, hij heeft ons vertrouwen gevraagd, we hebben hem gegeven, wat laat hij het nou? Ja, zeggen de mensen dan zo makkelijk, laat hij maar bij zijn eigen op zolder leggen. Maar de Drees zijn zeer klein bij huis, hoor. De zolder bij Drees is vol, daar kan niks meer bij. Dan kun je dan wel nagaan, de zolder bij Drees, daar kan niks meer bij, nou. Daar liggen al die kolen en die geiten die hij gespaard heeft. Dat kan je nou goed zien, hè? Een gedeelte vindt het wel leuk, een ander gedeelte zegt, wat had hij nou niet moeten zeggen? Ja, hoor dan. Kan je direct merken, dan komt het applaus van de linkerkant, hè? Kijk, goed hoor, en net was rechts nogal enthousiast, maar ja, dat geeft niet, jongens. Je kan het toch niet iedereen naar de zin maken. De ene partij vindt dit mooi, en de andere partij van de arbeid, en dan vindt dat mooi, het is toch zo, jongens. We hebben het allemaal moeilijk, je kan alles op 2, 3 manieren zeggen. Het is allemaal zo makkelijk, kritiek is makkelijk. Maar er is niks aan, je kan alles op 2, 3, 4 manieren zeggen. Je kan zeggen, onder Drees zijn we Indië kwijtgeraakt. Daar zit een grond van waarheid in, niet? Onder Drees zijn we Indië kwijtgeraakt. Als ik hem te pakken krijg, daar zit een grond van waarheid in, niet? Je kan natuurlijk ook zeggen, tenslotte slaagt de dokter Drees erin zich van de koloniën te ontdoen. Jongens, ik zeg wel, het komt allemaal precies op hetzelfde neer. Het is er zo, wat de een rechts noemt en de ander links. Dat noemt de een wit en de ander zwart. Het is toch zo, jongens. Het is een kwestie van afspraken, de heleboel. Als we toen we begonnen hadden, we hadden gezegd rechts, dat noemen we links. En links, dat noemen we rechts. Dan had je nou... Nou ja, dat weet ik nog niet, hoor. Nu juist telegram van Chu en Lai aan Chiang Kai-shek. Pief, paf, poef. Ah, we kunnen wel eens lachen om China, maar China ziet er op het ogenblik anders helemaal niet goed uit, hoor. Nee, China ziet er niet goed uit, hoor. Nee. Ziet zo geel. Ik heb niks op de Chinezen tegen, maar het zijn er zoveel, vind ik altijd. Dan zeggen de mensen, ja, dan moet je 2 maal in de week Chinees eten. Maar ja, dat helpt niks, hè. Nou,
Nee, bedoel, je doet het om mee te helpen, maar het eet niet weg, zeg ik al. Je kunt er van aangaan, mevrouw en ik, we kunnen samen amper één Chinees op, nou ja, weet je. En toch is het Chinese gevaar is ook groot hoor, jongens, laten we het niet onderschatten hoor. Het Chinese gevaar is zeer groot hoor. In deze gevaar, elk ogenblik denk ik van de Russen, denk ik, als ze komen. Denk ik, oh, dat zal wel niet. Dat is altijd lekker, je kunt jezelf prettig in slaap zussen met alles zeggen van, oh, dat zal oh. En dan denk ik dat met de Chinezen ook wel, maar toch word ik wel eens midden in de nacht beklemd wakker, heb je dat ook? Zogenaamde beklemd wakker worden, heb je dat ook? Dat is gek, hè? Laatst in het midden in de nacht word ik ineens wakker. Ik denk, daar is het. Ja, de Chinezen dan nog wel, hoor. Lag zo'n grote zwarte vlecht naast me op het kussen. Dat is ook wat. Ik schrik me gek, zeg. Ik denk, daar is het. En kon zo gauw niet op het Chinese volkslied komen. Dat is ook moeilijk. Nou, neem me niet kwalijk, zeg. Angst zijn uitgestaan, maar er was niks aan de hand, was Corrie. Er was helemaal niks aan de hand. Er was gewoon Corrie, zeg. Oh, dat was gewoon Corrie, zeg. Wel, nee, was gewoon Corrie. Oh, nee, die heeft geen vlecht. Huh? Huh? Nou ja, laat maar. Herman, joh, daar ga je nog, hoor. Moet niet meer drinken, moet nog rijden. Nou ja, wat is dan eigenlijk de grote vraag? Als we met het één been in het oude jaar staan en met het andere been al in het nieuwe, wat is dan natuurlijk voor ons allemaal ten slotte toch altijd weer de grote vraag waar alles om blijft draaien. Waar gaat u in het nieuwe jaar naartoe? Naar Arosa of naar Opu of naar de Filipijnen? Waar gaat u in het nieuwe jaar naartoe? Wat zijn uw plannen? Wilt u blijven? Of verdwijnen. Waar gaat u in het nieuwe jaar naartoe? Naar de P van de A of de KVP, naar het leger des heils of de tovervee. Weet u al een beetje wat of hoe? Waar gaan wij in het nieuwe jaar naartoe? En lieve dames en beste heren, als dan over een paar uur werkelijk nieuwjaar is, nou ja, dan weet u wat ik zeggen wil. Herman, joh, daar ga je!